Met het woord energie of energiecrisis slaat men voortdurend om je oren, ook in Knokke-Heist. En ook daar moeten er maatregelen genomen worden om een en ander recht te zetten wat nu dreigt uit de hand te lopen. Wij vragen het aan schepen Chris de Meijeren. Inderdaad, wij hoorden al dat er een aantal initiatieven zijn, maar de toelichting graag van jou natuurlijk. Wel, het is inderdaad zo dat ook wij met de gemeente getroffen worden door de hogere energiekosten. Nu, wij zijn al een aantal jaren daarmee bezig, gelukkig maar, waardoor dat wij al een heel groot aantal zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen hebben. We hebben ook een klimaatpact ondertekend waarbij wij ons engageren om nog beter te doen, 3% per jaar minimum tegen 2030. En daarvoor gaan wij ook nog extra zonnepanelen leggen op nieuwe gebouwen. Ik denk aan het Graaf Leopold Lippes Park of het nieuwe dak van de Stormeeuw. Dat betekent dat men dus een versnelling hoger gaat schakelen? Wel, uiteraard moeten we versnelling hoger schakelen, maar natuurlijk, een versnelling hoger schakelen is niet altijd eenvoudig, want het hangt er ook vanaf wat wij kunnen toegeleverd krijgen van zonnepanelen. Natuurlijk, iedereen wil zonnepanelen leggen voor het moment en wordt geconfronteerd met diverse lange leveringstermijnen. Niet alleen voor zonnepanelen, ook voor omvormers en alle andere zaken uiteraard. Maar er is sowieso toch een doelstelling? Er is zeker een doelstelling. Het is maximaal het benutten van onze gemeentelijke daken om zoveel mogelijk energievriendelijke, milieuvriendelijke energie aan te leveren. En sedert kort kunnen wij dan ook sturen van het ene gebouw naar het andere. Bijvoorbeeld het stadhuis in Knokke is een historisch gebouw waar wij geen zonnepanelen op het dak kunnen leggen. Wel, bijvoorbeeld het overschot aan energie in de Stormeeuw zou kunnen doorgestuurd worden naar het stadhuis. Een ander eethangijzer is uiteraard de straatverlichting. Zal Knokke-Heist helemaal duister worden? Knokke-Heist zal niet helemaal duister worden, ook al denken sommige mensen dat het duister is in Knokke-Heist, maar het licht brandt nog altijd. Maar wij gaan daar ook zuinig mee omgaan. We gaan beginnen met het verledden van onze straatverlichting, dat het energie, het stroomverbruik aanzienlijk zal verminderen. Maar wij gaan ook tussen 11 en 5 uur 's morgens, 11 uur 's avonds en 5 uur 's morgens het licht doven op die plaatsen waar het kan. En we gaan niet de veiligheid in het gedrang brengen of de werking van onze beveiligingscamera's in het gedrang brengen, zodanig dat de politie nog altijd op een ordentelijke manier zijn werk kan doen en dat de veiligheid op de voornaamste assen gegarandeerd blijft. Als je zegt waar het kan, kan je daar een procent op plakken? Wel, ik denk dat we moeten kijken naar de hoofdwegen en daar die wegen de belangrijkste winkelassen en die assen waar dat de camera's staan, de ingangswegen van Knokke-Heist. Dus ik denk dat wij zeker nog 30-40% zullen laten branden. Oké, stoken, dat is natuurlijk ook nog een heet hangijzer. Een graadje minder lijkt mij ook voor de hand liggend. Wel, uiteraard, het is bewezen dat iedere graad telt en wij gaan het voorbeeld geven en in het stadhuis en alle andere gemeentelijke gebouwen de temperatuur op 19 graden zetten. Dat is best gezellig. Als het wat kouder wordt, kan je een trui aandoen of wat dichter bij elkaar gaan zitten. Juist. Heeft men ook nog enig zicht al op de besparing? Wat gaat dat opbrengen of moet men dat nog eventjes het rekenmachientje bovenhalen? Wel, het rekenmachientje, we weten wat we nu ongeveer betalen. Daar gaat nu een calculatie op gebeuren, maar die besparing zal aanzienlijk zijn. We spreken toch over 10-15%. Super. Bedankt voor de toelichting, schepen. Graag gedaan. Voilà, het is duidelijk. Ook het gemeentebestuur Knokke-Heist neemt de nodige maatregelen. We hebben het net gehoord van schepen Chris de Meijeren. Met z'n allen moeten we dat eigenlijk doen, hè?